Afgelopen zaterdag werd op het Malieveld gedemonstreerd voor het zwart houden van Zwarte Piet. Ja, ik organiseer dat eigenlijk omdat ik, schande is misschien een groot woord, maar die kant gaan we wel op. Dat ik het verschrikkelijk vind dat gewoon ons cultureel erfrecht af wordt gepakt. Op basis van de aanmeldingen werd er een grote opkomst verwacht. Ja, nou, ik heb duizenden aanmeldingen. Ja, zoals Nederland betaamt is iedereen natuurlijk op de social media heel erg actief aanwezig. En schelden en schreeuwen en noem maar op. Dus als ik morgen de helft van de aanmeldingen hier heb, dan zijn het er altijd nog 3.000-4.000. En dan denk ik dat we toch een redelijk grote demonstratie hebben hier op Malieveld. Een zeer kleine groep in Nederland schijnt toch, en zeker op tv, schijnen ze de dienst uit te maken. En ze worden constant naar voren geschoven. Ja, het is toch niet normaal en het is slaven en een rechter heeft bepaald dit en een rechter heeft wel. Ja, maar de andere kant van het verhaal wordt niet, die laten ze niet zien. Zwarte Piet is ineens racisme. En dan ken je die persoon Jerry Avery. Die is heel gevoelig. Ja, oké, ik ben ook vroeger op school gepest. Want daar gaat het volgens mij over. En over slavernij hoor ik allemaal verhalen. Ik denk, waar komt dat allemaal vandaan? Maar je voelt jezelf niet gediscrimineerd. Ze hebben me wel eens voor Zwarte Piet uitgemaakt. Maar toen was ik zo'n klein jongetje. Kijk, dan heb je nog geen benul. Want iedereen loopt dan tegen mij zielig een verhaal op te hangen. Ja, maar al die bruine kindertjes huilen. Ik zeg sorry, zeg ik tegen die mevrouw. Bruine kindertjes huilen. Ik ben daar gewoon sterk in. Je moet je er gewoon niks van aantrekken wat ze zeggen. Dan houden ze vanzelf op. Maar dat moet je niet afreageren op een kinderfeest. Ik heb zo vaak een klein meisje naar me toe gehad. Laatst in de Primarkt ook. Komt er zo'n moeder met een meisje. Kijk, daar gaat Zwarte Piet. Weet je hoe ik reageerde? Ik gaf dat meisje netjes een hand. Aangenaamd. Kolenboer Piet, zei ik zo. Ik denk van, je moet toch ergens tegen kunnen. Mensen kunnen tegenwoordig niet meer tegen een grapje, weet je wel. En sommigen vatten het serieus op. En ik denk dat dat het gevoelige van de tegenstanders is. Ze vatten sommige dingen te serieus op.